Binnenkort worden in ons land de bordelen gelegaliseerd. Dat betekent dat bordeelhouders vanaf dat moment met vergunningen gaan werken. Het is allemaal het gevolg van een nieuwe wet die probeert om de prostitutie uit de sfeer van de criminaliteit te halen. Dat klinkt allemaal mooi en aardig, maar er is één groot nadeel. Prostituees die van buiten de Europese gemeenschap komen, en dat is de overgrote meerderheid, die komen voor die legalisatie niet in aanmerking. En hun wereld, die er toch al troosteloos uitziet, zal alleen nog maar grimmiger worden. We verdiepten ons in het leven van hoeren, handelaren en hulpverleners. Weten ze waar ze aan beginnen als ze hier naartoe komen? Ze weten het grootste deel, een enkele uitzondering daar gelaten, weet heel goed dat ze hier in de seksuele dienstverlening terecht zullen komen. Maar ze weten niet onder welke omstandigheden dat gebeurt. Bijvoorbeeld in Manila, als ze daar prostituee zijn of gezelschapsmeisje, dan gaan ze soms 3 dagen met 1 klant mee. Ze gaan ook met hem naar het strand en dat soort dingen. Maar hier komen ze in een situatie terecht, achter het raam in een club, en ze moeten eens 8 klanten op een dag ontvangen. En dat is een heel ander soort werk natuurlijk. Daarbij komt ook dat zeker achter het raam een enorme openheid van ze wordt verlangd. Ze hebben soms erg weinig aan. Ze moeten erg veel met een klant doen in een korte tijd. Ze kunnen niet met hen communiceren, want ze kunnen soms de taal niet. En dat maakt het toch allemaal veel harder. En voor de rest, ja, ze worden natuurlijk vaak onderbetaald. Juist omdat ze in een afhankelijke positie zitten. Ze hebben soms werken ze op een contract van 3 maanden. Ze zijn bang voor de politie, ze zijn illegaal, ze kennen onze samenleving niet. Daardoor ja, zitten ze in een uiterst slechte positie in de regel. Prostituees zijn ook vechters. Je hebt natuurlijk wel heel veel lef, je hebt heel veel guts als je duizenden kilometers de wereld overgaat naar een land wat je niet kent, om wat centjes te gaan verdienen voor je familie. Tienes niños? Sí. ¿Cuántos? Dos. Dos niños. En dónde están? Están en Santo Domingo. Están en Santo Domingo. Ze hebben vaak een kindje thuis. Daar willen ze ook verwerken voor hun familie. Ze proberen ook duidelijk toch wel hier uit te komen. Ze proberen wel te gaan winkelen. Ze proberen wel rond te kijken. Maar het is inderdaad ja, zwaar, uit de somber. Er kan sprake zijn van afstomping. Of misschien zekere mate van soms ja. Niet letterlijk in medische zin, maar van gekwording. Een soort ja, toch een muffe doos waar ze in zitten. Een soort hel. Een constante tredmolen. Dinero para mi familia, los estudios de mis hijos, mi mamá, que la. Ik denk dat een deel van de achterblijvers weet waar ze mee bezig zijn. Zolang ze veel verdienen, vindt iedereen het wel best en geeft ze nog cadeautjes en zo. Maar zodra het ineens niks wordt, dan wordt iemand nagedragen dat ze fout is geweest. Ze hebben zoveel schulden voor ze hier al aankomen, omdat ze een ticket voor de overtocht moesten betalen. Ze moesten bemiddelingskosten betalen aan degene die hen bemiddeld, visa-kosten. En vaak zijn die kosten nog wat hoger gemaakt dan ze in realiteit zijn. Dus ze komen hier aan met een schuld van zich enkele duizenden guldens. En die moeten ze af gaan betalen. Nou, dat lukt soms niet binnen een korte tijd. Er is sprake van schuldslavernij bij deze vrouwen. Binnenkort zal het bordeelverbod opgeheven worden. Dat betekent dat souteneur zijn of gelegenheid geven niet meer strafbaar is. Ja. Wat verandert er dan in de werksituatie? In principe heel weinig. De wet die legaliseert prostitutie. Hoewel de steden zijn die nog steeds dan na deze wet, dat zijn novelles die in 1992 zijn toegevoegd, dat de steden toch nog de bordelen kunnen blijven verbieden. Prostitutie is niet verboden, hè, maar alleen het bordeelhouderschap tot op heden. Een andere novelle die erbij is gekomen is dat vrouwen buiten de EG niet meer in Nederland mogen werken in de prostitutie. Het gevaar voor de buitenlandse vrouwen is dat ze in een illegaal circuit terecht zullen komen. Dat heel moeilijk bereikbaar wordt voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, hulpverlening. En waar uitsluitend nog het recht van de sterkste zal gelden. Klanten zijn hele normale mannen. Dat is iedereen. Ik bedoel, niet iedere man gaat naar een prostituee. Maar je kan ze er niet uitpikken. Ze zien er normaal uit, ze hebben een normaal beroep. Ze zijn getrouwd of ze hebben een vriendin. Het is een doorsnee van de Nederlandse samenleving. Sommige mannen heb ik tijdens 130 interviews die ik maakte met prostituanten gemerkt, zijn soms een beetje vies van hun eigen seks en vinden het daarom ook niet zo nodig om het in een hele elegante omgeving te doen. Dat houden ze dan ook maar liever een beetje louche. Sommigen vinden dat ook een beetje bij het hoeren lopen horen van iets spannends, iets wat helemaal niet op thuis lijkt, want daar is het altijd wel netjes opgemaakt. Dus ze komen. Het is steeds dat andere, dat nieuwe, het experiment.